Pioneer DJ heeft een lange geschiedenis in het ontwikkelen en maken van producten voor de professionele DJ. Dat begon al omstreeks 1995. Toen werd de CDJ 500S en de CDJ 500 geïntroduceerd. Twee tafeltopmodellen, CD-spelers voor DJ's, waarin al heel veel features zaten die je tot op de dag van vandaag nog steeds kent en op identieke manier gebruikt. Hoe maak je een cuepunt, hoe maak je de loop, al die dingen die zijn eigenlijk al hetzelfde sinds de introductie van de CDJ's. Een van de functies die op de CDJ 500 werd geïntroduceerd wordt master tempo. Master tempo houdt de toonsoort van een nummer gelijk terwijl je de snelheid verandert van het nummer. Op die manier heb je dus altijd de track in de juiste toonsoort. En dat werkt eigenlijk al sinds de CDJ 500 zonder wijzigingen. Dit is wel verbeterd over tijd. In 2001 kwam er een grotere verandering. Toen werd de CDJ 1000 geïntroduceerd. En dat was eigenlijk de eerste CD-speler waarbij DJ's echt konden zeggen, ja, ik draai met cd's, so what? In die tijd was vinyl nog de standaard. De CDJ 1000 had eigenlijk al de eerste generatie van het jockwheel erop zitten en tot op de dag van vandaag is die nog steeds dezelfde maat. Ook zat er een waveform display op. Totaal niet te vergelijken met wat we vandaag kennen, want het was maar 100 bij 8 pixels of bij 10 pixels. En je had de mogelijkheid om je cuepunten voor cd's al op te slaan op een MMC-kaart. Die slot die je daar op de voorkant ziet zitten aan de linkerkant was alleen bedoeld voor het opslaan van cue- en memorypunten en je kon er nog geen muziekbestanden van afspelen. Dat werd pas mogelijk in 2009, toen de CDJ 2000 gelanceerd werd. De CDJ 2000 maakte het mogelijk om muziekbestanden vanaf een USB of een SD-kaart te spelen, zoals ik al zei. Er zat ook een grotere waveform op, dus je kon al veel nauwkeuriger zien van wat is de toekomst en wat zit er aan te komen in deze track. En het was de eerste speler voor Pioneer die volledige ondersteuning bood voor het afspelen van MP3 muziek. Nu 2020, de CDJ 3000 wordt gelanceerd en het is een hele nieuwe dimensie en de volgende stap in de evolutie van de ontwikkeling van onze CDJ's. Er zitten nogal wat hardware changes op en een van de dingen die misschien gelijk opvalt is dat er geen CD drive meer in zit. Dus je zult nu echt je muziek op een USB of een SD-kaart moeten zetten of je computer in de link gebruiken. Ook zit er tegenwoordig een gigabit Ethernet-aansluiting op de achterkant. Met de CDJ 3000 kun je 6 spelers in een link aansluiten plus 2 computers. Dus er moet veel meer data gedeeld worden over de link. En die gigabit aansluiting is daarvoor ook nodig. Ook zijn er nieuwe features om je track te voorbeluisteren. En die audio-informatie gaat ook over de Pro DJ Link. Daarover later meer informatie. De 220-aansluiting is tegenwoordig een lockable 220-plug geworden, waardoor die er niet meer uit zal trillen op het moment dat je staat te draaien in een omgeving waar heel veel omgevingsgeluid is. Maar er is nog veel meer. Het hart van de CDJ 3000 is een MPU, een microprocessor unit. Dit is eigenlijk een combinatie van 2 ARM-processors, een dual-core en een quad-core. En die 2 processors samen maken dat je een hele vloeiende interface krijgt. Alles klikt heel snel, de lijsten bladeren snel, je kunt snel door de tracklijsting heen scrollen. Zodra je een nummer zoekt, dan merk je eigenlijk gelijk al het grote verschil. Een ander groot verschil zit in het jockwheel. Het jockwheel blijft een mechanisch achtig gevoel houden, maar hij is wel super soepel. En dat merk je direct. Zodra je een scratch maakt, merk je direct dat daar een heel groot verschil in zit. Als je het jockwheel bekijkt, zie je nog meer verschillen, want in het midden zit tegenwoordig een LCD-display. De switches die we gebruiken voor de play- en cue-knoppen en voor de hot-cue-knoppen zijn ook verbeterd. We gebruiken tegenwoordig switches die minder travel hebben, dus je hoeft de knop minder ver in te drukken voor de functie om geactiveerd te worden. En de knoppen en de switches hebben een veel hogere levensduur. In praktijk zal het er dus op neerkomen dat de knoppen langer zullen blijven werken. Maar je krijgt ze nog steeds kapot als je echt wil. De topplaat van de CDJ, dus dat is het aanraakvlak waar je eigenlijk een groot gedeelte van de tijd met je hand waarschijnlijk opleunt, is van metaal geworden. Gewoon voor het professionele uiterlijk en het geeft gewoon een goed, solide gevoel. Recordbox is de basis nog steeds voor deze speler. Je gebruikt het om een USB of een SD-kaart te exporteren en daarmee ga je draaien. Dat is de manier hoe je waarschijnlijk staat te draaien of hoe heel veel mensen op dit ogenblik met de Nexus 2 aan het draaien zijn. Maar er is ook nog de Export Link mode. Als je je computer aansluit met USB of met een netwerkplug
en je gebruikt Rekordbox in de exportmode, dan krijg je na 10 seconden aan de linkeronderhoek zo'n icoontje te staan met link. Zodra je die indrukt, wordt de link geactiveerd en is je computer onderdeel van de hele Prodigy Link. Je kunt dan vanuit Rekordbox tracks slepen naar het icoontje van de aangesloten decks. Of je kan op een deck Rekordbox als input source kiezen en dan kun je bladeren door alle tracks die in je collectie op je computer zitten. En dan is er ook nog de performance mode. De performance mode is eigenlijk dat je je computer het meeste denkwerk laat doen en dat bestuur je met je CDA's. De CDA 3000 is, zoals we dat tegenwoordig noemen, een hardware unlock device. Dus als je het gratis abonnement hebt, unlock dit alle DJ-functies die je zou hebben als je performance mode zou willen gebruiken. Een head-to-head vergelijking tussen de 3000 en de 2000 Nexus 2 die je waarschijnlijk als referentie in je hoofd hebt zitten. Hier zie je ze allebei naast elkaar staan. Je ziet dat de CDA 3000 ietsje groter is. Hij is iets breder, hij is iets dieper. De hoogte is gelijk gebleven. Maar de basis is wel hetzelfde gebleven. Dus het is niet zo ingewikkeld geworden dat je alles weer opnieuw moet leren. Als je de nieuwe knoppen niet gebruikt, kun je in principe direct ermee aan de slag. En wijst het zich, denk ik, redelijk vanzelf. Het jog display. Het jog display zit al sinds de CDA 1000 in het jogwiel van onze spelers. En het is eigenlijk onveranderd gebleven over die tijd. Dit witte geeft je positie aan en als je scratcht zie je daar die indicator heen en weer gaan. De rode ring die hier zit wordt actief op het moment dat je de slipfunctie activeert. En in het midden heb je indicaties voor of de touch wel of niet is geactiveerd. Dit display is dus nu na al die jaren vervangen door een 3,5 inch LCD in het jogwiel. En die geeft veel meer vrijheden. Je blijft nog steeds de witte en de rode ring hebben met functies die identiek zijn zoals het was. Alleen de resolutie is nu vele malen hoger geworden. In het midden van het display zie je je album art staan van de track die op dat ogenblik geladen is. En geeft je gelijk een visuele indicatie welke track in welke speler zit. Dit is je cockpit. Dit is eigenlijk je navigatiedeel waar je heel veel tijd in besteedt. Je ziet aan de linkerkant van het display zie je inputknoppen zitten. Boven de display zitten de knoppen die functies aanzetten in het display. En aan de rechtse kant zie je je rotary zitten en daar doe je je bladerwerk mee. Het is wel serieus anders geworden, want er zit een veel groter scherm op de CDA 3000. Dus er moest plaats gemaakt worden. De inputknoppen zoals je ze naast het display zagen, die zijn verwijderd. En ook de rotary zoals die aan de rechtse kant zit, is nog verder naar rechts verplaatst. Omdat er plaats gemaakt moest worden voor het scherm. De CDA 2000 Nexus 2 heeft een 7 inch diagonaal display waar je waarschijnlijk al gewoon aan gewend bent geraakt. De CDA 3000 heeft een 9 inch display, dus dat is 29% groter. En tevens kan de helderheid van het display 50% extra verhoogd worden. Zelfs dus in zonlicht zul je dus meer van de display te lezen krijgen. Dan is er een nieuwe functie en die heet KeySync. En KeySync is een functie die net als BeatSync de toonsoort van de track gelijkzet of matchend maakt met de toonsoort van het masterdeck. Dus je drukt op één knop en dan is ook je toonsoort automatisch gematcht. Pioneer heeft daarbij de subdominante versies van de toonsoorten ook toegevoegd. Dus in plaats van 4 mogelijke combinaties kun je nu 6 combi's mogelijk. Hierdoor zul je dus minder verschillen in toonsoorten krijgen als je wel de toonsoort wil matchen. En dat geeft gewoon een veel samengesmolten gevoel of gehoor. Je hebt ook op de touchscreen een knop zitten voor de key shift. En hiermee kun je handmatig de toonsoort aanpassen in semitonen. Met de interface zoals je hem hier ziet staan. Je kan gewoon min drukken, plus drukken. Druk je in het midden, dan reset die en dan heeft hij gewoon weer de toonsoort zoals die origineel was. Er is ook dual waveform. En dual waveform zit op de plaats van de phase meter, dus aan de bovenkant van het display. Dat was altijd die 4 blokjes die één voor één oplichten. Met de 2000 kwam daar de scrollende beatgrid voorbij. En nu in de CDA 3000 zie je zelfs een mini-versie van de hele waveform van het masterdeck op gesynkte decks meelopen. Je ziet dus ook de veranderingen in de track aankomen en je kan alvast spieken of je break op het goede moment uitkomt. Of dat je er nog wat aan moet doen omdat je timing niet helemaal juist is. Zoals ik net ook al zei, de Source Select waren altijd hardware knoppen voor iedere bron die je kon kiezen. Alleen daar zit nu het scherm, dus dat moest
plaatsmaken. En die knoppen zijn eigenlijk samengedrukt tot één hardwareknop, de Source, die linksboven het display zit. Als je die aanraakt of indrukt, dan krijg je deze interface in het display te zien. En hiermee gebruik je dus de touchscreen om de bron te selecteren waar je je muziek vandaan wil afspelen. De hotcues zijn ook geëvolueerd over tijd. De CD-1000 had er 3, toen kwamen er 4 en toen kwam er een tweede bank bij. Alleen die tweede bank die werd eigenlijk door heel weinig mensen gebruikt. Nu met de CD-3000 heb je 8 knoppen gekregen. En die 8 knoppen zitten boven het jogwheel en onder het display. Engineers hebben heel veel feedback gehad vanuit de markt. En dit was echt de beste plek om ze te plaatsen. Geen barrière tussen de DJ en het jogwheel. En het zit onder het display. De mini waveform die je onderaan op het display ziet, geeft al de posities van al je hotcues weer. En met deze knoppen er nu zo dichtbij in de buurt, heb je veel meer referentie naar waar de track springt als je die bepaalde knop gaat indrukken. De slip en quantize zijn 2 knoppen om bepaalde functies aan te zetten. De quantize zat in de linker onderhoek van de display. En de slipknop die zat onder de loopsectie. Dat was in de tijd de beste plaats om hem te plaatsen. Deze 2 knoppen zijn nu gegroepeerd en zitten op de plaats waar de oude quantize knop zat. In de linker onderhoek van het display. Netjes bij elkaar en uit de weg uit de loopsectie. Want daar moesten we knoppen bij maken. De loopmode is zoals je hem hier kent. Hij heeft een touchscreen knop en dan krijg je die balk met die 1, 2, 4, 8, 16, die vastgezette looplengtes waar je direct uit kan kiezen. En die knop daar, die had eigenlijk heel veel functies. Druk je hem 1 keer in, krijg je een 4-beat loop. Hou je hem ingedrukt, krijg je een 8-beat loop. Als er eenmaal een beat loopt of een loop loopt en je drukt erop, dan deelt hij hem door 2. En als je de out-knop ingedrukt houdt, en je drukt hem in, dan gaat hij de looplengte weer dubbelen. Dus dan wordt je loop langer. Nadeel van de Nexus 2 was alleen wel dat op het moment dat je de loop halveert of verdubbelt, dat die loop opnieuw getriggerd werd. Dus je moest hem altijd op het juiste moment indrukken. Dat is nu met de CD-3000 niet meer zo. Als je de loop halveert of verdubbelt, blijft de loop in principe gewoon normaal doorlopen. En hoef je eigenlijk ook geen zorgen te maken of je hem wel exact op de beat drukt. Je hebt nog steeds de softwareknop zitten die in het display zit. En nog steeds krijg je daar die balk met die voorgezette looplengtes. Maar je hebt nu ook 2 knoppen, dedicated knoppen om een 4 of een 8-beat loop te maken. En deze knoppen zijn ook bedoeld om de loop te halveren of te verdubbelen. Veel makkelijker en veel sneller bij de hand dus. De Vinyl Speed Adjust is een controle hoe snel het deck begint met lopen en hoe lang het duurt voordat hij stopt om een vinyl emulatie te geven. En dat is eigenlijk traditioneel gezien zijn het altijd 2 knoppen geweest. Nu op de CD-3000 is dat vervangen. Er is nu nog maar 1 toets of 1 knop om die tijd in te stellen. En een instelling in Recordbox of in het instelmenu van de CDA maakt waarvoor die geldt. Of alleen voor starten, of alleen voor stoppen, of voor allebei tegelijk. Dan de beat jump. De beat jump is op een gegeven ogenblik toegevoegd aan de Nexus 2. En zoals je hier ziet, waren dat toetsen op het aanraakscherm. Je kon 1 beat vooruit of 1 beat achteruit skippen. En dat was eigenlijk ongeveer alle keuzes die je had. Nu op de CD-3000 is dat een heel stuk uitgebreid. Je hebt hardware knoppen ervoor gekregen. Dus je kunt met een hardware knop een aantal beats vooruit of achteruit skippen. In combinatie met Quantize maakt dat je door een heel nummer heen kan skippen zonder dat er iemand er wat door hebt. En je ziet in de linker onderhoek van het display nog steeds de lengte staan. Of daar zie je nu de lengte staan. Beatjump 64. Op het moment dat je de lengte aan wil passen, kan dat in de instellingen in Recordbox. Dat kan in de instellingen in de CDA. Maar wat je ook zou kunnen doen, is de call-knop ingedrukt houden voor de hotcues. En dan op de beatjump vooruit of achteruit drukken om die stapgrootte te halveren of te verdubbelen. En zo kun je hem dus instellen zonder dat je het menu in hoeft. Dat waren eigenlijk de grootste theoretische verschillen. We gaan nu nog een klein stukje in de praktijk kijken. Als je op Source drukt, zie je alle aangesloten devices in de Pro DJ Link. Je kunt nu het device aantikken welke je wilt gebruiken, of je kunt de rotary gebruiken om door die devices heen te scrollen. Als je een device geselecteerd hebt, kun je ook direct je settings inladen. Hier aan de linkerkant zie je alle items waarop je kunt bladeren. Deze items kun je aangeven in Recordbox, dus je kunt zelf de volgorde bepalen en welke items er in dit lijstje worden weergegeven. Je kunt de rotary gebruiken om door de tracks heen te scrollen, maar je kunt ook swipen en klikken om tracks te laden.
De indicator boven het scherm heeft dezelfde kleur als het device waarvandaan de track is ingeladen. Zo kun je dus heel makkelijk herkennen waar vandaan een nummer wordt afgespeeld. Je kunt de lettergrootte aanpassen in 3 maten en als je de kleinste letters kiest, heb je 2 regels aan extra informatie op het scherm. Wil je meer info over het nummer wat gehighlight is? Dan druk je op de infotoets en krijg je een paneel waar al die informatie staat en ook de mogelijkheid om het nummer in te laden. Dit paneel blijft staan ook als je scrolt. Je kunt de previews die je hier ziet van de tracks kun je ook verwijderen door op de previewknop te drukken. En zo krijg je meer ruimte op het scherm voor je playlist. De secundaire kolom kun je ook kiezen. Je kunt deze pull-down openen en dan zie je alle opties. De opties die je hier ziet staan in het sort menu wat je in Recordbox kunt instellen. Dus ook dit kun je zelf instellen, de volgorde en welke items je in dit menu ziet. Selecteer tracknaam om de tweede kolom leeg te maken. Je kunt op iedere kolom sorteren door op de kolomkop te tikken. Je ziet dan dat deze blauw wordt en het pijltje geeft aan in welke richting er gesorteerd is. De playlist is een secundaire browser, dus de playlist kun je gebruiken om door je playlisten heen te bladeren en het browsemenu kun je gebruiken om op iedere andere manier die je wilt door je trackcollectie heen te bladeren. Deze 2 onthouden hun staat, dus je hebt eigenlijk 2 soorten browsers. Het shortcut menu bevat al de meest gebruikte instellingen die je tijdens het draaien nodig zult hebben. Je kunt dingen instellen zoals het automatisch laden van je hotkeys, de helderheid van de schermen. En je kunt ook de positie van de naald aangeven. Deze staat standaard in het midden. Je kunt deze naar links plaatsen, zodat je meer vooruit kunt kijken. Als ik deze track opnieuw inlaad, dan zul je zien dat de hotkeys direct geladen worden als de track ingeladen wordt. Er is dus vrijwel geen wachttijd meer. De touch preview werkt door met je vinger op een van de mini waveforms te drukken, deze ingedrukt te houden en op een mengtafel die het ondersteunt, hoor je dan uit je hoofdtelefoon deze track. Als een track eenmaal is ingeladen, heb je ook nog touch preview. Het track blijft doorlopen, maar je kunt op je hoofdtelefoon een stuk verder in het nummer beluisteren om te kijken hoe de break verloopt of waar de kick weer komt. De search gebruikt een onscreen QWERTY toetsenbord. Nieuw is de knop Clear om in 1 keer alles wat je hebt ingetikt te verwijderen. Voor en na ieder nummer heb je nog 2 seconden stilte. Het is handig, want als je aan het begin van een track aan het scratchen bent op de eerste beat, dan heb je nu niet meer dat het tracknummer de hele tijd heen en weer springt. Met de dedicated 4 en 8 beat loop knoppen kun je direct een 4 of een 8 beat loop maken. Als je de looplengte aanpast, wordt deze niet opnieuw gestart als je die aanpassing maakt. Je kunt deze loop ook verplaatsen door op de beat jump te drukken. Hij verplaatst dan in de stapgrootte waarin de beatjump is ingesteld. Beatjump springt een aantal beats vooruit of achteruit als je een van de toetsen ingedrukt houdt. Je kunt de stapgrootte voor deze toets instellen door de call-knop van de hotkeys ingedrukt te houden terwijl je op de beatjump knoppen drukt en zo wordt de stapgrootte gehalveerd of verdubbeld. Er is voor de beatjump en voor de autoloop 2 pagina's met vooringestelde maten die je kunt kiezen. Je kunt hier aan de rechtse kant drukken om de tweede balk te selecteren. De grote waveform maakt dan plaats voor het secundaire informatiepaneel. Dit werkt ook als je de keyshift gebruikt. Met de keyshift kun je handmatig de toonsoort van de track omhoog en naar beneden aanpassen in semitonen om hem zo te kunnen laten matchen met het deck wat loopt als je niet de keysync functie wil gebruiken.
Zodra ik een track inlaat op een ander deck en dat dan de master maak, dan zie je op alle andere decks de master waveform meelopen op de plaats waar de phase meter zat.